Niet met de allure van een topper of een klassieker, maar bijna altijd goed voetbal en heel interessant. SCV speelt met Roberto Chen als rechtsachter. Kums is terug na die voetblessure. Conte en Caceres staan in de ploeg. Caceres rechts en de nieuwe spits die van het doelpunt in de bekermatch, Marvin Poirier, die staat er ook bij. Peter Maas speelt met Toutra en Harbawi en De Pauw. Zo vaak hebben die drie nog niet samen gespeeld. Een basisplaats voor topschutter Hamdi Harbawi dus. Kaya wordt bankzitter. Claude Bourdoux is de scheidsrechter. Hier komt de eerste corner in de wedstrijd. Van de Gouden Schoen is die. En daar is de kopbal binnen het bereik van Coppa. En in de nabeurt was er ook nog Karel Danen. De kopbal was van Rafael Caceres. Hier. Coppa. En hier is Danen. En weer Coppa. Poirier. Met Mertens in zijn eerste duel. Poirier met druk op Scholz. Poirier, Hazard, Poirier. Daar kreeg hij de voet niet stevig tegen. Maar Gregory Mertens moest daar meteen stevig sprinten tegen Marvin Poirier. Die sprint heeft hij verloren. Mertens net in de ploeg voor Maric, die met een blessure gaan zitten is. Mertens zag Niel De Pauw vertrekken. Die is er ineens door. De Pauw erover. Snelle reactie van Sammy Bossut, waardoor De Pauw de rust niet kon bewaren. Hij bood zich goed aan. En dan een misrekening en een tuimelperte daar in het centrum. Goeie reactie, Bossut. De Pauw met een koppaard en hier komt de Toutra. Nu hij wel sneller op de bal dan Bossut. Maar toch lag die weer goed in de weg. De snelheid van die mannen van Lokeren. Hier De Pauw en Toutra. En Bossut. Van Aken. Dat is goed hoor. En die gaat erin. Via Koen Persoons. Eerst was er de kopbal van Junior Toutra op de corner. En dan scoort Persoons. 0-1 voor Lokeren. Net geen 11 minuten gespeeld. Toutra maakt zich los. Hier kopt hij. En hier is Persoons in de bovenhoek. Ik vertel u er even bij dat Zulte Waregem 13 keer op rij thuis niet verloren heeft. Laatste nederlaag hier 3 mei 2013. Nu vroeg op achterstand. Odoi. Skulason verliest de bal aan Harbawi. En het schot is van Persoons. Een hete kogel. Nog aangeraakt onderweg door Bossut. Koppaart met hulp van Skulason en Kums. En balbezit Zulte Waregem. Caceres. Positiekeuze voor het doel van onder meer Conte. Odoi doet er. Odoi en Harbawi. En dit is Toutra. En die is snel, dat heeft hij al een paar keer laten zien. Daar is Bossut, die maakt weer de goede keuze. Door snel te komen en snel in de voeten van de aanstormende man te gaan. Van Aken. Bal kwijt aan Hazard. Die gaat heel snel. Bal voor Poirier. Hier komt Caceres, Poirier en dan Coppa. Het was niet te moeilijk voor Barry, denk ik. Het is wel de moeilijkste bal die hij tot nu toe moet pakken in deze eerste helft. Hier is Davy De Vouw in de plaats van Roberto Chen begint hij aan de tweede helft. En ook Bobby Anderson doet mee. Hij komt in de plaats van Ibrahima Conte. Koppaart en Hazard. Bal die afwijkt. Oeh, dat werd nog lastig voor
Barry Coppa. Ik denk dat Poirier daar ook nog aan geweest is. Dat leek van te ver, dat schot van Thorgan Hazard. Maar onderweg gebeurde er nog van alles. Goeie save van Coppa, die geweldig bij de pinken moest zijn. Overmeijeren en Poirier nog aan de bal. Poirier probeert dan nog wat. En het schot van Bobby Anderson. Coppa is er niet aan geweest. Mooie trap van de invaller. 16 minuten nog. Paas van Kums. Vrije trap voor Zulte Waregem. Snel genomen. Hier Hazard. Een zwiepschot. Bal die ook nog afweek. Overmeijeren. Slecht balcontact van Mertens, maar hij redt het zelf. En dan een goede bal van Galicios. Hier is de matchbal misschien met Neil de Pauw. Niks zegt Bourdoux. En Harbaoui gebaart dat hij die bal al lang had willen hebben. Dit is Galicios. De Pauw goed vertrokken. En dan de foul met de voet tegen de bal. Verboom. Hazard zou kunnen, maar er wordt gekozen voor de diepste mensen. Hier is Bobby Anderson. Die heeft het al eens van ver geprobeerd. De derde keer gaat hij binnen, denk ik. Dit is een man die we nog terug gaan zien. Invaller vandaag, Bobby Anderson. Skulason via Caceres. Anderson, Skulason. Het aantal penalty-discussies zal allicht nog toenemen. 11 minuten voor tijd. Gregory Mertens op Skulason. Hier had je voor kunnen fluiten. Bourdoux, meneer Bourdoux. Koppaard houdt die bal in het centrum bij Hazard. Daar zit het pot dicht. Dus openen. En de foul. Nog eens proberen via Skulason. Bal die hobbelt. Kums met de voorzet. Veel volk in het pak. Bal tegen de lat. En nog niet erin. Caceres, tweede keer. Tweede poging. Eerste doelpunt voor Zulte Waregem. En de gelijkmaker minder dan 3 minuten voor tijd. Het was allemaal wat minder. Het ging vooral in één richting na de pauze. Want Zulte Waregem moest terugkomen van die 0-1 achterstand. Heel veel volk achterin altijd. En dan dit tegen de lat van Bobby Anderson en Caceres in 2 keer. En Zulte Waregem komt op 1-1. Patosi. Galicios zorgt voor het afleidingsmanoeuvre. Scholz en Hazard. De inzet van deze wedstrijd. Waar Claude Bourdoux een einde aan maakt. Vermakelijke partij voetbal tot het einde. Fel bevochten door Zulte Waregem en Lokeren. De eindstand is 1-1.